Vandaag, D+, 25.414. Bijna 70 jaar na deze onvergetelijke dag, in combinatie met de heldhaftige operatie Market Garden, die vrede, veiligheid, maar vooral vertrouwen wederbracht in de ziel van onze provincie. Met deze bevrijdingswil en hoop op rechtvaardigheid zou ook spoedig het noorden van Gelderland verlost worden van de nazi-tyrannie. Zoals Neil Armstrong ooit zei, het is een kleine tocht voor de mens, maar een groot eerbetoon aan zij, zoals de ruim 1700 Poolse en Britse soldaten die het leven voor ons lieten. De Airborne Wandeltocht is slechts één van deze vedejaarlijkse bijeenkomsten, waarin men zijn of haar eerbetoon betuigt en dank betuigt tegenover zij die zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Als ik door Renkum, Wolfhezen of Hilsum fiets, zie ik de verschillende verhalen uit de lucht vallen, die mij op een verschillende manier raken, die ik niet kan verklaren. De brug tussen rechtvaardigheid en begrip staat op het punt te ontploffen. Want vandaag de dag dwalen wij af van ons verleden. Opnieuw zijn de immigranten, hulpbehoevenden en de ouderen slachtoffer van onze samenleving. Wij vragen aan buitenlanders of zij ons komen helpen. Of wij vragen of zij onze laaggeschoolde en laagbetaalde baantjes komen opknappen. Maar wat doen wij? Wij richten een polenmeldpunt op. Opnieuw, we beoordelen, generaliseren, discrimineren en scheren hele bevolkingsgroepen over één kam. Het doen van ongegronde beschuldigingen houdt ons oppervlakkig, waardoor wij de wijsheid van het verleden dreigen te vergeten. Het herdenken en herinneren van ons gemeenschappelijke oorlogsverleden moet centraal komen te staan. En daarom staan we achter de beslissing van onze provincie om in het toekomstige Nijmeegse Vrijheidsmuseum ons verleden te vereeuwigen. Dat nooit meer. We kennen het allemaal, we begrijpen het allemaal. Laten we dan eindelijk niemand meer vergeten. Laten we niemand meer om zijn of haar afkomst buitensluiten of haten. Laten we samen leven in onze samenleving.